Henk Meijerink, inwoner van Ommen, maar de roots die liggen hier aan deze haven. Ja, mijn ziel ligt hier eigenlijk. Hier ben ik getogen en hier hebben we een aardappelhandel gehad vroeger aan de haven. En in die haven, daar lagen een aantal woonboten. En die haven is in 1965 is die gedempt. En nu komen er zeg maar één woonwijk, Haven West, is al gerealiseerd. Haven Oost moet nog gebeuren. En voor mij moet zo'n gebied, als je dat planmatig ontwikkelt, moet zo zijn dat daar een watertoets aan de grondslag ligt. En wat is nou jullie mooie plan? Mijn mooie plan is daar om daar een waterberging van te maken. Als een, je moet het zien als een spons. Deze haven is als een spons. Als het water te veel is, wordt het vastgehouden en wordt het heel langzaam naar de noordelijke richting afgegeven naar de Vecht toe. Dus jullie willen eigenlijk een klein soort haven weer terugbrengen? Een kleine haven terugbrengen, maar dusdanig dat het een win-win situatie wordt. En tevens een ontmoetingsplek waar jong en oud zich fijn en thuis zullen voelen en het oude havengevoel weer terugkrijgen. Doordat je met een gering ingrijpen de grond die hier in die haven zit, die kan hergebruikt worden in het nieuwe plan Haven Oost. En de kaders liggen hier nog. Het is een kwestie van cosmetisch ingrijpen waar we door die haven weer in ere kunnen herstellen. Tevens is het de bedoeling dat wij zeg maar daar om het gefinancierd te krijgen een crowdfunding actie gaan opzetten zodat het door de bevolking gedragen wordt. Het is een heel prematuur stadium, maar de wil is er en de mensen zijn ervoor en ik denk dat nu de tijd rijp is dat we aan een vanuit de gemeenschap deze haven kunnen realiseren zoals het vroeger was en zoals het kan gaan worden en dat het een meerwaarde is voor de gemeente Ommen. Ik denk dat je een visie in je hoofd hebt. Ja. En hoe ziet dat er een beetje uit? 3 woonboten voor jongeren die betaalbaar hier kunnen wonen. Dat gaat op erfpachtbasis. Dat levert ongeveer 300.000 op. En dat is het startkapitaal, min of meer, plus min, voor het hele havengebeuren. Verder zal die crowdfunding zal verder plaatsvinden. En er zijn heel veel mensen die dit ook financieel willen dragen. Want als het niet financieel gedragen wordt door de bevolking, heeft het geen ziel. En is de bedoeling dat de haven komt zoals die wordt gerealiseerd vanaf de Hardenbergenweg, waar we hierbij staan, ja. Tot aan waar precies? Tot aan de Molenweg. Dus het wordt niet helemaal doorgetrokken, maar er wordt wel functioneel doorgetrokken. Zodat iedereen er mee, vrede mee heeft dat het hier mag komen en kan komen. Het mooie voordeel is dat de Dunnewindgroep die heeft een onderzoek laten doen van wat zit er nog in de grond. Hè. Er is een radaronderzoek geweest, dat hebben we ook in de rapporten liggen. En het mooie is dat alle kaderwanden die in 2065 toen de Ommekanaal gedempt is, liggen alle kaderwanden er nog in. Nou, wij denken dat we die kaderwanden nog heel mooi, want die zitten natuurlijk mooi geïsoleerd in het zand, dat we die weer kunnen hergebruiken en dan op deze manier weer mooi kunnen neerleggen. Dus dat is weer een voordeel en dat bespaart ook wat geld en zo komt ook weer een beetje de oude contouren van de haven weer terug. En de laatste fase die we hebben, daar is Hilbert met het Verlaatcollege over in gesprek, is te proberen of we ook de oude sluis, de waterkering, rond de Hardenbergenweg weer terug kunnen krijgen als een soort monument. Dat je ook echt terug kunt zien van hoe het vroeger was. We zitten hier op de zandbodem. Zand is een zeef, dus die laat het direct door. Dus er wordt een kom ingemaakt. Dan wordt er door middel van buizen voor als eerste het hemelwater afvoer voor de infiltratiekraten of van de woningen, zeg maar. Het water wordt daarheen gevoerd. Het kan daar deels in infiltreren. Dus wij hebben een eb- en vloedsysteem, komt er als het ware in. Dus we kunnen het water eerst een bepaald niveau laten zakken, tot een minimum wat ingesteld wordt. Dan wordt het door een bron wat geboord is, waar een pomp in zit, wordt het water aan toegevoegd. Dus daar heb je altijd verversing van je water. Plus, maar het zou raar zijn als wij op het hoogste niveau gaan zitten, want dan gaat het regenen, dan komt er heel veel water en dan gaat het gelijk overstromen. Dus is alle energie weg. Dus wij blijven eigenlijk met de pomp altijd op minimum staan, gaat regenen, dan komt het niveau naar boven tot hij weer langzaam zakt.
komt het te laag, ga hem de pomp weer bijvullen. Dit zijn allemaal infiltratiekratten, die groene velden. Daar gaat op dit moment alle water de grond in. Dat infiltreert in de bodem. Alles wat uit die woonwijk komt. Dit willen wij... Komt die oude haven in? Ja, dit willen wij voor die tijd afvangen, naar de haven toe sturen. Dit hele gebied gaan wij ook aftakken. Dan hoeft dat niet in een ander rioolstelsel of kratten, maar kan ook onmiddellijk naar die haven gevoerd worden.